Goedemiddag meester, of laat dat goede maar achterwege. U gaat straks deze IC direct rijden, alleen zal die alleen nog zal stoppen te Lamhult, de eindbestemming van deze trein. Er is de hele middag al sprake van diverse regen- en onweersbuien en er zijn onderweg diverse stroomstoringen en blikseminslagen geweest, waardoor het treinverkeer behoorlijk ontregeld is. Ondanks dat alles mag u deze trein toch gaan rijden. Open uw deuren, maak uw trein gereed. En zoals het eruit ziet, vertrekt u om 16.08. Een goede rit gewenst. Dames en heren, welkom bij een nieuwe video van Train Simulator. Vandaag rijden wij op de fictieve route van Romy. Even kijken, die. En ik heb het scenario heel even een klein beetje aangepast, want we zouden eerst met een normale ICRG rijden. Maar in plaats daarvan rijden we met de Flow ICRG gekoppeld aan een reguliere ICRG. Even kijken. We hebben de lamhultjes, volgens mij hebben we die niet op de borden staan. Speciaal. Dus wat zullen we eens doen? Weet je wat we doen? Eurocity. Het is een IC direct. Maar... we hebben veilig, dus we kunnen vertrekken zo direct. En ja, we gaan dus als Intercity direct richting Lamhult. Oeh, daar gaat de SBB-flirt van Chris. Nee, niet de flirt, de GTW natuurlijk. Over de GTW is bekend geworden. Oh, trouwens, wie was het ook alweer die bij Vught zo'n gele trein zag? Was het toevallig deze? Als het antwoord ja is, dan was het namelijk een meetrein. Vertrek nu richting Lamhult. Dat gaan wij zeker doen. DM90 binnen. Ja, de GTW die we net zagen vertrekken, daarvan heeft Chris aangekondigd dat er dus een update gaat verschijnen voor deze treinen. Het gaat nog wel even duren. Stond er al bij. Ik had hem weer helemaal in mijn hoofd bij de 80 km per uur. En als die update verschijnt, dan kunnen we waarschijnlijk eindelijk zonder veel problemen met 3 stellen rijden. ATB naar 140. Zojuist zijn de 2 linkersporen te Nuntorp uitgevallen. Vermoedelijk door een blikseminslag. Dat betekent dat je niet al rijdend de sprinten gaat inhalen, maar er tenminste tot na Idifuoma achter zit. Zoals ik al zei, dit is een route van Robbie. Dit is een fictieve Nederlandse route gesitueerd in Zweden of Noorwegen. Een van beide. Dus de plaatsnamen zijn ook Zweeds. Wij gaan optrekken naar 140 km per uur. Als het goed is gaan we hierover op ETCS. Die moeten we wel bevestigen. Ja, Zweden had ik het dus toch goed. Dat is mooi, want dan kunnen we gewoon lekker 140 karren met het hok. Dan kunnen we precies zien wat er verderop voor ons klaar staat. Dat wil zeggen rood zijn. Waarvan ik er denk ik veel te veel ga zien vandaag. Maar het is wel eens leuk om eventjes gewoon lekker de benen te trekken met de ICRG. Want op de HSL kan dat niet met al die snelheidsbeperkingen van 80 en nog weer 80 en 40 en 120 en weet ik wat allemaal. Goederentrein tegemoet.
En wij zien dat we inderdaad op rood zijn afrijden. Maar dat rode sein is pas over... ja, 3000 meter. Dus we kunnen nog even optrekken naar 200 als we dat willen. Als dat lukt, tenminste. Always, dankjewel voor je 19 maanden abonnement. Welkom terug. Gaten houden. Die zal zo snel naar beneden komen, ben ik bang. Oh, het grafiekje is net versprongen, dat betekent dus dat de trein die voor ons rijdt een blokje is opgeschoven. Even de trein, die, deze in de nulstand, die, check. Cruise control op 200 km per uur. Wat ik ook niet snap. Waarom hebben die dingen gewoon geen standaard cruise control erin zitten? Dat is er laatst weer aan toegevoegd in de software. En zie hier een voordeel van ETCS. We krijgen een geel 130, maar we kunnen gewoon doorrijden. Met 200 nog een paar honderd meter. Het scheelt toch weer. Maar we zullen nu toch echt wel moeten gaan remmen. Gaan optrekken, afremmen, optrekken, afremmen. Check de cruise control maar even 160. We hebben in ieder geval een klein beetje ruimte, een beetje speling om rustig door te rijden. We zien dat er voor onze trein zit. We zien ook dat onze curve toch aan het afnemen is. Gekregen om af te remmen. Niet naar 0, maar naar 60. Nu alsnog naar 0. Als de hele trein deze orde gepasseerd is, kunnen we weer optrekken. David Meijer, dankjewel. Dankjewel, @gerben34 voor mijn cadeauabonnement. Dankjewel voor je 8 maanden en Gerben, dankjewel voor je cadeauabonnement. We kunnen nu weer een klein beetje optrekken. Heel veel harder dan 80 zou ik niet doen. Hallo, ik heb op 1 gedrukt. Waarom trek je nog steeds op? De cruise control erop staat. Nou, je ziet nu dat ik wheelslip indicator heb. Ik denk dat ik op moet passen dat ik dus niet, ook al heb ik ETCS door de rode vlieg, dat mijn wielen slippen vanwege de regen.
verte zien we de stoptrein vertrekken. Oh, het zijn ze al weg, joh. Kunnen we verder? Zullen we even wachten tot die groen wordt? Dat we even flink gas kan geven. We hebben eten, yes. Hij is nu alweer aan het aftellen voor het volgende zijn. Hop, gewoon 100% in de volle regen. Gelukkig zit een goede ABS op. Of nee, niet ABS, die andere anti-slip systeem. Zoals het er nu uitziet gaat de sprinter naar het volgende station aan de kant, waardoor je weer rustig je reis kan vervolgen. Hopelijk gaat het dan beter. Hier is nog een SEG met blauwe neus. Dus volgend station gaat de sprinter aan de kant. Wij houden het voor nu heel even op 120 km per uur. Als het goed is gaat de sprinter die voor ons rijdt iets harder dan 120, 140 mag ik hopen. Het liefst 160, als het even kan. Ja, tractiecontrole inderdaad. Nou, ik blijf even rustig 120 rijden, want bij het volgende station moet die sprinter weer afremmen door de wissels heen. Nou, voordat het allemaal veilig en vrij en weet ik wat allemaal is, dan zijn we ook weer 30 seconden verder. Dus we rollen rustig door. We rijden in ieder geval. Want als ik het begin van het scenario zo gezien heb, dan is het een gevalletje blij dat we rijden. Vaker mee rijden met van te rijden. Die zijn veel te leuk. Ze stinken alleen een uur in de wind. Dat is het enige nadeel aan die dingen. Ik heb wel de Spaarne Landen Express toen de tijd. Die reed toen van Haarlem naar Uitgeest en dan via Uitgeest naar Amsterdam naar de. Naar de oven, naar de vuil, zeg maar. Vuilverwerking. Maar dan stond hij op Uitgeest. En dan, oh, wat een lucht kwam daar vanaf. Echt ongelooflijk. Maar ook als die wagens leeg waren. De lege wagens, die meurden net zo erg. Ik heb hem ook regelmatig gespot op bijvoorbeeld Zandpoort Noord. Wat nu verbouwd is trouwens. Weet je wel, dat soort stations op Beverwijk. Kwam je ook dan. En dan je rook het altijd als hij voorbij kwam. In die lucht die bleef altijd een paar minuten hangen. Hij heeft ook wel eens stilgestaan op Haarlem toen ik nog naar school ging. Weet je, dan ben je rond 3 uur uit en om 3:30 stond dat ding in Uitgeest. Dus die kwam om 2:50 kwam die door Haarlem gerold richting Uitgeest. Elke dag, elke doordeweekse dag. Dus dat was hartstikke leuk. Die kon je vaak spotten. Maar er kwam dat ding voorbij, jongen. En wat een lucht. Ongelooflijk. Wij gaan hier over een viaduct. Aan de linkerkant nog weer een goederentrein. Die is gestrand, ben ik bang. Ja, stroomafnemers naar beneden. Dat is niet best. Dat is een Schiphol.
ziet het er toch naar uit dat we moeten gaan remmen. We hebben de hele tijd van 120 naar 100 gerold. Een rood sein. Oh, wat fijn. Als reiziger is het misschien niet leuk, maar als passagier is het hartstikke leuk om steeds door je seintjes tegen te komen. Er gebeurt tenminste wat. Staan we dan? Ergens in the middle of nowhere. Met onze dubbele ICRG. Even kijken. Waar zijn we? We zijn daar. Gaan. Oh, stoptrein. Ik moest op het station stoppen. Oké. Waarom rijden we hier links? Omdat men in Zweden ook links rijdt. Dus deze route is ook ingedeeld op links rijden. Ja, inderdaad. In principe is de route volledig dubbel enkelspoor. Dus je kan gewoon doen wat je wil. Als je links wil rijden, rij je links. Als je rechts wil rijden, rij je rechts. Qua werking is er in ieder geval geen enkel verschil tussen links en rechts. Terugwisselen, de sporen zijn hier weer in dienst. Hier nog een goederentrein. Gaan wij dan doorwisselen naar links? Nee, dat gaat niet. Ik zie een hooggroen zijn en ik zie op mijn ETCS dat we volledig blauw zijn. Dus dat betekent dat we helemaal mogen optrekken naar 200. Verderop en op de linkerkant een geel zijn. Dat betekent dat de stoptrein op het linkerspoor rijdt en wij op de rechter. Dus inhalen maar. Gas op de plak met het hok. Blauw dat TS in de carrière stand gelijk strafpunten geeft als je wielen slippen. Ja, maar het is de bedoeling dat je dat natuurlijk voorkomt. Maar ik snap best dat het vrij moeilijk is. Want je zult toch een beetje op moeten schakelen om te kijken waar die geen. Hoe heet het? Waar die geen grip meer heeft. Moet je de zender gebruiken. Ja, een beetje zand is alleen maar voor noodgevallen, is mij ooit verteld. Niet in TS, nee, nou ja, goed. De Dapteldijk International, ja. Ik stel voor dat we hem gewoon gifgroen maken.
In plaats van blauw, dat we dan gifgroen. Dat wordt dan de nieuwe groene trein. Wat zeggen we ervan? En net zoals je meekijkt, ik wil 50% van de winst voor dit idee. Ja, geef groen tegen. Heel even lekker vloeken. Stop met drinken. Kijk eens eventjes, twee oude dames op leeftijd op links. Die gaan wij zo inhalen. Daar een screenshot van. Ja, daar moeten we een screenshot van. Zoef. Nou ja, tot zover je gelukt, want bij Surtebi is er net een boom afgevallen in de bovenleiding, waardoor je alleen het zijspoor beschikbaar is. We werken eraan om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Juist, nou, dan gaan we weer in de remmen. Piep, piep. En hier komt een Vira-stap voorbij. Erg leuk vindt aan de scenario's die Romy maakt, is dat hij propt het helemaal vol met AI-verkeer. Van alle soorten en maten, alles door elkaar heen. Dat is altijd, maakt het altijd erg leuk om te rijden. Ibex Train zegt, dit scenario is ProRail die aan het clownen is. Nou, laat ik je dit vertellen, Ibex. Als ProRail hier in dienst zou zijn en niet RomyRail, dan was de trein niet zo lang stilgelegd. Afremmen tot 0 km per uur. We hebben een geel met een knipperende 4. Het zou duiden op korte seinafstand. En inderdaad, dit sein en het volgende sein staan dicht op elkaar. Heel slip. Maar ik moet wat harder remmen, want we gaan hier ook nog naar beneden. En het is nat. Ik rijd er wel lekker met ongeveer 20 km per uur op af. Staan we weer. Lijkt Simbril wel, daar sta je ook heel vaak voor te rooien. Ook hier maar eens kijken wat er aan de hand is. Kennelijk hangt er een tak in de bovenleiding. En wij zien iets aan de overkant aankomen. Ah, daar komt hij. Nou, terwijl die onze kant op komt, gaan wij eens even kijken wat hier aan de hand is. Oh ja, dit is inderdaad die best.
Ah, oh, hier hadden we nog wel onderdoor kunnen rijden. Nou, in Nederland zou het dus absoluut niet kunnen hoor. Dan zou dit spoor helemaal buiten dienst zijn. Veel te gevaarlijk allemaal. Oh ja, soms moet je. Gaan we weer. Met volle kracht vooruit. Ja, zeker leuk gedaan. Je kan in scenario's ook objecten plaatsen. Dus je kan ook bijvoorbeeld, dat doe ik nog wel eens, als je bijvoorbeeld een bijzondere trein rijdt. Nou, bijvoorbeeld Rotterdam Stadion, dan zet ik meestal het perron helemaal vol met mensen. Vanwege een uitgevallen IC indirect dient u een extra stop te maken te de Barb. Oké, Gnubbar. 200, check. Gnubbar bereiken wij over pak en beet 13 kilometer. Rechts afslaan. Daarna ga rechtdoor. En natuurlijk gaan we ook op dit stuk weer even optrekken naar 200. Poep, poep. De lijn is binnen 1000 meter gekomen. Dat betekent dat we zo direct weer moeten gaan afremmen. In dit geval nou 130. Dan hebben we onze trein tegemoet. Een keteltrein. We maken er even 130 van. Optrekken heeft toch geen zin. Een hoop extra tijd. En dan moeten we weer gaan remmen. En weet je, het scheelt in totaal misschien 10 seconden. Precies, kostenboel scheelt een beetje. Als we nou echt vertraging hadden, had ik gezegd van we doen het. Maar ik zit nu zelfs al te twijfelen of we nog 10 kilometer te gaan, zag ik. Bitchplace NL is gisteren de 1800 gekocht. Je bedoelt de 1800 van Fobix 3D, neem ik aan. Zit die twee keer in je winkelwagen? Ja, dat is kak. Maar je kan hem gewoon, wat je dan moet doen is dat je gewoon even een berichtje sturen naar de webwinkel en zeggen ik heb hem twee keer gekocht, maar ik bedoelde één keer, kan ik de ander terugkrijgen? Volgens mij moet dat wel lukken. Weer gaan remmen. Gaat lekker vandaag. Nog 1000 meter.
Wat ik wel grappig vind is dat het dus ondanks al die stormen en regen en storingen, weet ik wat allemaal, wel druk is op de lijn. Elke bijsturingswissel wordt gebruikt. Halen we de 200 voordat we moeten gaan remmen? Net niet. Oh. Pas. Het is alleen nog de tutut op het moment dat hij bijkomt. Maar... Nou, uit die cruise control gaan we rollen. Kenbord, station Gnubbarp 1 komt eraan. Die zien we net op onze radar verschijnen beneden. Die stond er nog niet op, dus kennelijk gingen we langs een passeerspoor. We hebben nu weer hoog groen, dus kennelijk is er wat aan de kant gegaan. Normaal jagen we hem hier dus met 200 km per uur doorheen. Deze keer niet. Nog wel even opletten dat we er niet voorbij gaan. Dames en heren, het volgende station is Gnubbarp. Station Gnubbarp. Hier maken wij een extra stop in verband met de storm en een uitgevallen trein. Zeg, ik vind het een leuk stationnetje. Het is klein, het is niet al te... Weet je, je hebt hier wel wat bebouwing, zeg maar. Als je gaat naar boven gaat, dan zie je wel wat dat een soort stad is. Maar voor de rest is het eigenlijk heel simpel. En toch leuk. Op naar Lamhult, eindbestemming van deze trein. Er is onderweg nog een defecte trein, maar daar wordt u omheen gestuurd. Succes! Nou, dankjewel. Iedereen erin, we gaan er vandoor, want we zijn te laat. Let's go. Op naar de 200 km per uur. Liefjes die zegt, mijn telefoon geeft de waarschuwing dat het kan gaan sneeuwen. Dat klopt, in het oosten zou het vannacht min 1 worden begrepen. En in de loop van de week, werd het gemiddeld min 1, dus dan wordt het bij jou gewoon min 5 s'nachts. Tegentrein, die gaat wel gewoon door. Oh, stuur niet meer 5 bij deze kant hoor. Ik heb er totaal geen moeite mee. Ik zit toch lekker binnen achter mijn computer, dus ik vind het allemaal prima. Ik ben er wel voor hoor. Nog eventjes gooien. Lekker schaatsen eind april. Prima. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen schaatsen eind april. Weer helemaal op een zoden biedt het. Dan is het zomer lekker cool, weet je. Dan is dat water lekker afgekoeld. En dan wordt die zomer nooit zo super heet. Dan krijg je nooit van die 40 graden zomers. Want dat moet dat water eerst weer opwarmen. Dus geef mij maar gewoon, weet je, geef mij maar gewoon lekker ijs in maart. Dat betekent dat in de zomer dat het lang duurt voordat die zee warm is.
Tenerife op vakantie naar Bonaire. Kijk, kijk. Bonaire is 92. En hoe lang ga je daarheen, Björn? 1 week, 2 weken? Autotrein. 11 dagen en 9 nachten. Ik mis een nachtje, maar ik neem aan dat je die in het vliegtuig slaat. Op de terugweg waarschijnlijk. Afremmen en deze keer naar 130. Door een sprinterstation. Waarvan ik de naam niet eens ga proberen uit te spreken. Dan gaan we even naar rechts. Wel mooi hoor, zo met die 130 wissels. Deed ProRail dat maar. Kug, kug, nudge, nudge, hint, hint. Overal overloopwissels. Je trainbrain die bedenkt zich iets. Wat bedenk je, jongen? Een Coradia Streamstream. Badoemt. Fantastisch. Ja, over wissels gesproken, ze hebben Sandport Noord nu ook verbouwd. Derde spoor is eruit gegaan. Nou ja, daar kan ik wel in komen. Weet je, dat derde spoor lag er toch nog alleen maar omdat het die ijzer, de lijn naar IJmuiden er nog lag. Dus ik zou niet zien waarom je het niet weghaalt. Het enige wat ze dan wel weer hebben gedaan, dat is dan wel weer een beetje, ja, laten we zeggen, kwalitatief uit de maat teleurstellend. Dat de overloopwissels bij Sandport er ook uitgegaan zijn. En dat is dan weer niet zo handig. Zeker niet met die tunnel erbij. Met je Beverwijk kan je overlopen. Maar je wil aan die andere kant toch ook over kunnen lopen? Of ben ik nou gek? Weet je dat je er 2 sporen van maakt? Dikke prima. Hier hebben we trouwens een Dam tot Dijk Express. Die is defect. Wij gaan ondertussen afremmen naar 180. Voor deze bocht. Wanneer hou je nieuwe vlogbriefjes? Nou, je hebt geluk, want volgens mij is die vandaag weer aan het vloggen geslagen. Ik begreep dat je in Enkhuizen was. Dat is bij mij in de buurt, dus dat is alle alarm wel af. Hey. Ik krijg ineens een 80 op mijn oren geslingerd. Nee, een IC in de richting van Enkhuizen. Ja, oké, okay, je bent niet helemaal meegegaan, begrijp ik hieruit. Utrecht. Nou, dat is toch ver genoeg dat ik me veilig voel.
Kappa. En weer terugwisselen naar links. Deze keer met 80 en niet met 130. En dan is de weg weer vrij voor de laatste 13 kilometer naar Lamphult. Die we ook niet geheel 200 kunnen rijden, maar... Hopelijk kunnen we nog wel een klein stukje 200 rijden. Met deze redelijk, toch wel problematische, maar toch goed verlopen reis. Wordt het 1600, 1700 met een darretje. Twee 1700 met twee darretje. En we hebben de 200 weer bereikt. Straks moeten we weer gaan remmen, maar voorlopig nog even iets. En de Lamphult is nog maar 9 kilometer. Dus daar zijn we met 200. Even kijken, 1/8, 1/16 uur. Dus dat is in 3 à 4 minuten. Nu zullen we dat denk ik niet halen, want we moeten ook nog afremmen en zo. En we moeten nog even terug naar ATB en dat soort onzin. Maar het komt wel goed. Kijk eens eventjes. Mat 64 Plante in groene kleurstelling. Ja, zo zie je dat als een route niet heel groot is. En groot als in rampverbruik en in objectverbruik. Dat je toch heel veel materieel kwijt kan in zo'n route. Dus als je ooit een scenario wil gaan bouwen die ik op stream rijd... Less is nog steeds more als het op TS aankomt. Gebruik niet te veel bijzondere meuk. Ga niet te veel bijzondere rijtuigjes of locomotieven pakken. Of, weet je, of gebruik veel locomotieven een paar keer. Weet je, kies dan voor de 186 of de 189 en zet die voor alle goederentrein. Want het scheelt enorm en het zorgt er misschien voor dat je scenario niet crasht. Oh, deze goederentrein die staat nog uit. Die moet nog starten. De ATB en we rijden vanaf nu weer onder ATB. Dat betekent maximaal 140. Cruise control 140 in plaats van op 200. En ik laat hem gewoon lekker rollen, want we zijn er bijna, dus gas geven heeft niet echt veel zin meer. Naar waar gaat dit scenario? Naar Lamphult. En Lamphult, dat is een fictieve plaats in fictief Nederland-Zweden. Waar we over hopelijk 3 kilometer hopen te arriveren. Maar goed, het is wel 3 kilometer die stilstaat, dus misschien is het toch wel verder. Maar ik neem aan dat er over een paar seconden een melding in beeld komt en dat dan de zooi gaat aflopen. Oh, het is nu begonnen met aflopen. Dus we moeten nog 2,5 kilometer, ruim. En dan zijn we er.
Direct ons tegemoet. En wij gaan afremmen naar 60. Dat is het minimale remcriterium van de ICFE, oké. En daar gaat de Connection Valleilijn, GTW. Naar 40 km per uur. En wij gaan hier links afslaan. Snelheid houden. Anders 16 bakken ICRG, dat komt overeen met 12 bakken firm. Het is zelfs ietsje langer. Dus moet wel even gas blijven geven. Anders rijden we straks 30 en dan duurt het helemaal een eeuwigheid voordat we binnen zijn. En zo komen we aan op het station van Lamhult. Onze eindbestemming voor vandaag. Nou, veel leuk AI-verkeer. Mooi gedaan met het scenario AI-verkeer, ook heel goed getimed. Leuk gedaan. De Zaandam, hebben we nog iets met de Zaanstreek, vroeg iemand net. Dit is de Zaandam, is dat ook goed? De trein. Goed gedaan, einde scenario. Wil je dit scenario nog zelf spelen, ga dan even naar dutchsims.nl. Op dutchsims kan je het scenario vinden. En dat vind je dan onder de fictieve route van Romy. En dat is Old Lake Town. En dat is dan door de storm, is dit, of in de storm. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Volg mij op YouTube, volg mij op Twitch. En ik zie jullie graag terug bij een nieuwe video van Train Simulator.